Je gaat aan de slag bij Telegraaf. Wat ga je allemaal doen? Ik ga in ieder geval twee ontzettend leuke programma's presenteren. Privé Vandaag, dat wordt elke werkdag uitgezonden en daarvan word ik een van de vaste gezichten. En daarin hebben we het natuurlijk altijd over het laatste showbiznieuws. En dan heb ik nog een ander programma, dat hebben we al opgenomen. En dat heet Bizarre Huizen. En dan ga ik heel Nederland door. Ja, en de titel zegt het eigenlijk al. Op zoek naar de meest bizarre en bijzondere huizen van Nederland. En ik ben zelf een funda-gek. Ik heb de app op mijn telefoon en dan kan ik lekker bij mensen binnenkijken. En nu mag ik dat doen in real life. Zonder dat die mensen erbij zijn. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Hoe lang heb je je mond moeten houden? Nou, ik weet dit nu inmiddels vanaf december. En we zijn ook volgens mij in februari al begonnen met opnames. Ja, het is nu half april, dus ik mag eindelijk bekendmaken dat ik een van de nieuwe gezichten ben hier bij Telegraaf Vandaag. Ja. Wat vind je ervan? Wat vind je van het idee überhaupt dat de Telegraaf gaat doen? Ik vind het een ontzettend gaaf iets, ook als je hier vandaag binnenkomt. Alleen al deze studio is zo gaaf. En ik werd natuurlijk zelf ook verrast met de eerste videobeelden die ik heb gezien. Ook van de andere programma's van collega's. Het is heel divers. En ik bedoel, hier ligt de toekomst. Ik denk dat dit het wel gaat worden. Ja, want je hebt natuurlijk ook al veel tv-werk gedaan. Maar dit is natuurlijk een krant die tv gaat maken. Lijkt het er een beetje op? Nou, het werk is natuurlijk hetzelfde. En je komt ook heel veel mensen van tv kom je tegen. En ja, tegenwoordig is gewoon alles online. En ik moet ook eerlijk bekennen dat sinds ik een smart tv heb, ga ik niet meer wachten tot het 8 uur is om het journaal te gaan bekijken. Weet je, dat heb ik dan al gezien of dat heb je al gelezen. Dat is gewoon zo. En ik denk vooral bij de jeugd, die kijken bijna geen tv meer. Dat is alles online. Je zegt zelf, ik kijk zelf ook al online. Denk je inderdaad dat de doelgroep en steeds meer mensen ook alleen maar online gaan kijken? Ja, ik denk het wel. Nou, weet je, misschien de oudere mensen die blijven altijd wel trouw aan op een bankje wachten op hun lievelingsprogramma. Maar ja, als je kijk, de jeugd wordt ook ouder. En ik denk over een jaar of 10, dan zul je veel meer of misschien zelfs alleen nog maar dit zien. Ja. En de krant, zal die dan ook nog bestaan over een jaar of 10? Ik denk toch wel dat de krant blijft staan. Ik ben zelf wel iemand die het ook gewoon fijn vindt om lekker even een krantje te lezen. Tuurlijk check je de hele dag door op je telefoon even wat er gebeurt in de wereld. Maar ik zie niet een krant verdwijnen.